Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 14 november. Maak gewone dingen heilig. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 14 vers 5. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Als discipelen van God zouden we alles van ons leven aan God moeten geven en hem volkomen welgevallig zijn. Colossenzen 1 vers 10. Toch zijn we geneigd om anders te denken over onze gewone, alledaagse verantwoordelijkheden dan over de meer geestelijke dingen die ons het gevoel geven rechtvaardig en heilig te zijn voor God. We moeten begrijpen dat er in feite geen verschil bestaat tussen het gewone leven van alle dag en een heilig leven. Alles wat we doen, dragen we op aan God. En als we dat doen met een zuiver, liefdevol hart, dan wordt het heilig. Je kunt je gewone dagelijkse taken doen, zoals bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, en deze kunnen net zo heilig zijn als bidden, zolang je beseft dat met alles wat je doet, je daarmee God verheerlijkt. Romeinen 14 is een geweldig hoofdstuk in de Bijbel voor het verkrijgen van vrijheid op dit gebied. Mijn eigen interpretatie van de verzen 5 en 6 is dat iemand een gebed en bijbelstudie als heiliger kan beschouwen dan de gewone taken. Terwijl iemand die echt vrij is in de Heer alle taken als gelijkwaardig ziet. Alles is heilig, omdat alles wat diegene doet ter ere van de Heer is. In plaats van slechts een deel van je leven te geven aan God, kun je vandaag besluiten om alles wat je doet te heiligen door het aan Hem te geven. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil dat mijn hele leven heilig is, niet alleen een gedeelte daarvan. Ik geef U al mijn dagelijkse activiteiten. Ik leef om U te eren. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.